Er zijn in het Heuveland ook bedrijven met een innovatieve missie. Een goed voorbeeld vinden wij Hotel Bloesem in Eckelrade. Hotel Bloesem is een leer-werktraject voor kansloze jongeren. Voor jongeren die dus nooit een kans hebben gekregen om dus normaal een bestaan te krijgen in deze maatschappij. Om deze kinderen een kans te bieden. We hebben een leerkok en die kok die is leermeester. En dat doet hij dus de kinderen één keer in de week, 4 uur lang, doet hij de kinderen leren serveren, bedienen, tafels dekken. Alle werkzaamheden wat eigenlijk gedaan moeten worden in de horeca. En de kinderen kunnen dus leren van afwashulp tot hotelmanager. Wat wij eigenlijk voor plan zijn, is dus om de kinderen die dus hier het leerwerktraject positief hebben afgerond. Een aantal bedrijven, ook in Maastricht, die hebben ons toegezegd dat hun dus arbeidsplaatsen voor deze kinderen heeft. Waar de kinderen dus een vaste arbeidsplek krijgen op de horecamarkt. En dat willen we eigenlijk doen door...